Ter ondersteuning van het e-learning platform heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur 1000 stuks tablets ontvangen van Huawei. De Chinese IT-multinational heeft hiermee positief gereageerd op een verzoek van de Surinaamse e-government-coördinator Gardelito Hiwaki. Het geheel was vanwege de wereldwijde COVID-19-situatie enige tijd on hold, maar op maandag 11 mei heeft uiteindelijk de overhandiging van de tablets plaatsgevonden. Directeur, er is een schenking gekomen van Huawei. Om welke schenking gaat het? Het is iets dat voortvloeit uit het Telesurnationaal Breedbandproject. Aan de hand daarvan heeft de e-government commissie onder leiding van de heer Hiwaki het een en ander gevraagd aan Huawei. En de schenking die vindt dus plaats nu. En het gaat om 1000 tablets en om computers. Hoe gaan deze tablets ingezet worden? Nou, we doen de overdracht aan het ministerie van Onderwijs. En daarmee in principe zal het ministerie verder aan de slag gaan. In december vorig jaar hebben wij als e-government een request gedropt bij Huawei. We hadden op onze agenda voor dit jaar staan dat wij een e-learning platform wilden introduceren. Dat gezegd hebbende hebben we dus in december een request gedaan bij Huawei aan het eind van het Telesurnationaal Breedbandproject om als incentive of als geste. Want na zulke projecten doet Huawei meestal iets terug voor de samenleving. Was er dus een mogelijkheid daarvoor. Hebben wij dus Huawei gevraagd om te willen helpen bij het tot stand komen van een pilot voor het e-learning platform. Waarbij we dus specifiek gevraagd hebben om 1000 tablets ten behoeve van 100 scholen in het achterland. Dat was afgestemd met het ministerie van Onderwijs. En daarnaast hebben ze dus de 1000 tablets geschonken met 100 CPE's. Dat zijn wifi modems of routers om de scholen te kunnen connecten. Waar dan de 10 tablets per school op aangesloten zouden kunnen worden. Hoe heeft het ministerie van Onderwijs hierop gereageerd? Natuurlijk heel goed. Ik bedoel, we hebben als e-government zijn we dus steeds voor de verschillende projecten met de verschillende ministeries in contact. We hadden van tevoren al ook aangegeven aan hoe wij dat e-government zou zorg dragen voor het platform, tot het tot stand komen van het platform. Nu met het COVID-19 gebeuren of de pandemie moeten we kijken naar het project. Of het nog zo blijft, omdat er nu een heel andere situatie is. Dus gaan wij ook, er is al een werkgroep met bestaande uit mensen van e-government, het ministerie van Onderwijs, PTC, die ook Moodle Experience heeft. Telesur, die ook gaat helpen bij het opzetten van het platform. En het trainen van trainers en administrators voor dit platform. De UNESCO. Die heeft ook haar hulp geboden, omdat zij dus een Moodle-partner zijn. En u zult misschien afvragen, wat kost dit allemaal? Moodle is gratis wanneer je het in je eigen datacenter host. Dus het wordt in de datacenter van e-government, van de overheid, zal het gehost worden. Dus het enige wat bij nog moet komen kijken is content creation. En een aantal ICT-bedrijven die nu al de FIBO-scholen ondersteunen met content, die hebben van het initiatief gehoord en hebben ook hun expertise ook aangeboden om te helpen bij content creation. Waarbij we eigenlijk heel snel dat platform op en running kunnen hebben. Maar dan moeten we alleen maar nog kijken naar hoe we de pilot gaan doen, hoe lang en hoe. Maar onze hoop en wens en waar we naar werken, gaat dan wel zijn dat we het komend schooljaar direct met het platform kunnen starten. Dus in eerste instantie ging het om een pilot. 100 scholen in het achterland. En nogmaals, het gaat om slechts de pilot. Maar nu, ik denk niet dat we de focus nog op het achterland kunnen en zullen laten. Nogmaals, zoals ik zei, vanwege de COVID-19-pandemie. Dus in de werkgroep gaan wij dus de komende week samen met elkaar kijken naar hoe of wij de shift moeten verschuiven, het accent anders moeten gaan leggen voor wat betreft de pilot. En natuurlijk, wanneer we de pilot gedaan hebben, is er een plan ook ready om groter te kunnen gaan.